Goedendag. Ben ik live? Zien jullie mij? Hey. Emiel TV, nou. Gaan we weer met Yoshi. Let's go. Ja, het wisselt goed af zo, lieve mensen. En mijn badjas, ja. Hi Daan. Ik heb geen 0906, voor die streams moet je toch echt met Jess zijn. Ik ga het echt puur over games hebben. Nee, alleen games bij mij. Ik ben een beetje wit, ja dat ben ik altijd. Nou, voor de mensen die zich afvragen welke kant we op gaan nu. We zijn onderweg naar de vierde dungeon. Van de zes. We kunnen er als het goed is meteen in. Ik heb alle dingen in de tussentijd gedaan die gedaan konden worden. Nou, het witte komt van mijn iMac. Die staat heel bright. Goed. Foutje. Hi Oxy. Oxy. Da 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 da. Super vet. Die awesome box, ja, in mijn bezit. Ach, deze monsters. In het echt is hij ook mooi zeker. Dan ben ik super blij dat ik hem heb. Dank je ook. Heb ik nieuwe chocolaatjes gedaan? Nee, ik krijg ze te goed van Oxy als zij ooit weer naar Antwerpen gaat. En anders moeten we zorgen dat we met z'n allemaal naar Antwerpen gaan. Want die dingen waren zo lekker. Nou, het gaat lekker. Meat and chocolate greet. It sounds like a plan. Daan, wat heb jij voor lekker, jongen? Vertel het oma Emiel. Slagroomtruffels. Gimme. Jezus. Thank you.
Nee, ja. A dirty mind is a joy forever. Wat een rotbeesten zijn dit ook. Goed, vierde dungeon. Let's do this. Surprise Red Knight. Dat is jammer. Oh, oh, oh. Oh ja, deze. Die zijn ook zo vreselijk. Hey, Nathanja. Spring! 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 Ga eruit. Nee. Nog zo eentje. Kom op. Weg. Ik heb dus geen flauw idee meer wat de layout van deze dungeon was. Maar we gaan ons best doen. Ik geloof dat ik hier... Ja. Had ik wel in één keer. Van wat ik me herinner is dit wel een van de lastigste layouts. Oeh. Een schilder dat die beesten gewoon invallen. Gewoon doen? Wat moet ik gewoon doen? Hey, die was raak, man. Ja, ja. Voor die item voor ik dood ga. Dit gaat niet goed natuurlijk. Zo. Oh, wel opletten.
Heb ik stoornissen? Nee, ja. Stoornissen, ik weet het niet. Gameverslaving, nee, dat heb ik niet, gelukkig. Slaaptekort? Ja. Misschien, oeh. Jullie zijn te interessant. Misschien heb ik wel streamverslaving opgebouwd. Ik zou zeggen, Daan, weet jij nog stoornissen aan mij? Daan kent mij persoonlijk. Nee, game over. Continue. Moeten we dat hele stuk terug. Maar we zitten hier nog even gezellig. We kunnen wel over water lopen daar. Ik save de helft niet, dat is een echte stoornis. Ik blijf het zeggen, ik ben gewoon zo verdomd gewend geraakt aan het autosave tegenwoordig, dat ik in Ocarina of Time helemaal vergeten was te saven. Dat is echt stom. Moet toch ergens de schuld leggen, hè? Oeh, denk ik goed. Nee, toch niet denk ik goed. Mensen, dit zijn geen heks. Vinden we een extra hard container. Ja, hoe kunnen mensen zulke dingen weten? Dit in principe is wel nodig om bij die dungeon hieronder te komen. Dus op zich, na lang proberen, kunnen mensen het uitvinden. Maar of mensen er ooit achter zouden kunnen komen dat daar een hard container lag, precies op die plek, ik weet het niet. Maar het biedt mij de mogelijkheid om eerder bij de dungeon te komen, dus ik kan namelijk ook hier over het water. Hoppa. Dan moet ik natuurlijk niet meteen geraakt worden, wat ik wel doe. Maar de baas in deze dungeon is gelukkig wel vrij relaxed. Als het goed is, kan ik ook gewoon meteen links. Ik ga het gewoon proberen. Daan? Eens. Ja, volgens mij kon ik hier meteen door. Nou, graf ik mijn eigen graf. Even opnieuw.